Vandaag wordt Kamp Rees door tientallen mensen herdacht met liederen. Deze twee mannen hebben aan dit kamp een vreselijke herinnering toen ze te werk werden gesteld door de Duitsers. Wat wij hebben meegemaakt is onmenselijk geweest hoor. En ik snap nog niet dat ik hier nog sta. In Kamp Rees moesten de gevangenen tankgraven maken en schuttersputten graven onder erbarmelijke omstandigheden. Ellendig kunnen we zeggen in het algemeen. Dat was niet normaal hoor. Altijd koud, honger en weinig te eten. Hè? Ja. Toch wisten enkele uiteindelijk te ontsnappen, zo ook meneer Gerritsen. Hij liep naar Mechelen, net aan de andere kant over de grens in de Achterhoek. En die tocht wordt weer gelopen vandaag om te blijven herinneren. Aangekomen in Mechelen werden de vluchtelingen heimelijk geholpen door het verzet. Meneer Keuper woonde daar toen als 12-jarige in Mechelen en kan het zich nog goed herinneren. Die waren dus niet best aan toe. Dat is allemaal heel slecht allemaal. Slecht gekleed, geen kleren meer. In de oude school werden ze opgevangen en met een bordje in de tuin dat er besmettelijke ziektes heersten, werden de Duitsers buiten de deur gehouden. De vluchtelingen konden weer op krachten komen. We hebben daar natuurlijk verschillende mensen opgevangen en geholpen met kleren en met voedsel enzovoort enzovoort. En ook vandaag zal de tocht weer in Mechelen eindigen, maar dan om deze slachtoffers van toen te herinneren.